Dag reviewvriendjes, hoe is het daar? Hier is het. Denk ik. Ik weet het niet, ik ben nog niet zo lang wakker. Maar tot nu toe gaat hij lekker. Hé! Hey. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Ahmed je opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Want daar heb ik zin in. Ik wist even niet wat het was. Nu weet ik het wel. Dit zijn snoepjes die gezond zijn voor kinderen. Gemaakt van fruit en groenten. Let's make it fun. Better yum. Yummy veggie candy. Hartstikke leuk. En dit is gemaakt door Nicolette van Dam. Van de televisie van vroeger. Die heeft tegenwoordig een restaurant. En maakt allemaal leuke dingen. Samen met haar man Bas Smit. Enfin. Snoepjes met groente en met fruit. Rijke vezels, vegan en glutenvrij. Nou, dat klinkt lekker. Ik heb hier beetroot en strawberry. Wat vertaald is in het Nederlands bietjes en aardbeien. Ik heb hier carrot en pear. En dat is dan weer wortel en peer. Ja, ik heb een school gemaakt. En we hebben carrot en banana. En dat is dan weer wortel en banaan. Nu moet tegenwoordig alles gezond. En daar heb ik niet zo heel veel tegen hoor, dat moet je zelf weten. Alleen, het is wel zo, mijn kinderen, die, vooral mijn zoontjes, die eten graag snoep. En dat is een zootje chemische rotzooi, jongen. Dat is niet te geloven. Als je al niet varkensgelatine zit te bikken. Dus ja, ik ben wel geïnteresseerd in hoe dat dit dan werkt. Een gemiddelde van bijna 300 gram groente en fruit... is gebruikt om 100 gram van dit product te maken. Nou, dan hebben ze in ieder geval een keer groente en fruit in hun bakjes. Zit er dan wel suiker in? Ah, er zit wel gewoon suiker in. Dat is wel lekker. Van de 100 gram is ook gewoon de helft gewoon suiker. Ja, je moet die kinderen niet alles ontzeggen. Je hebt van die ouders die hebben dan zo'n gezondheidstikkie ergens gehad. En die gaan hun kinderen van alles ontzeggen. Wat zij vroeger wel allemaal hadden gekregen. Maar van dat is dan opeens helemaal goed. Ik heb hier ook met jongetjes over huis gehad. Toen kwamen dan spelen met mijn zoontjes. En die wilden dan een glaasje water. Want ze mochten geen prik, want er zat suiker in. En ze mochten geen chips, want dat is ongezond. En ze mochten geen suikerhoudende snoepgoed, want dat was ook niet goed. Dus die kinderen dronken dan een glas water. Nou, dat vind ik zo gelul. Oh, laten we eventjes gaan proeven, want daarvoor zitten we hier natuurlijk. Ik pak gewoon maar wat. Ja, ik begin wel met de bieten. En kijk, er zitten allemaal zakjes in. Heel veel zakjes. Maak je spel compleet. Spaar alle werelden. Er zit ook nog een spelletje in. Nou ja, het gaat even om de snoepjes, niet om de spelletjes. Hoe ziet het eruit? Het ziet er verschrikkelijk uit. Je kan er heel veel over zeggen. Maar het is niet dat je denkt... De grap is... Het ruikt. Wel lekker. Bietjes en aardbeien. En het rare is, het heeft echt een soort van dropsmaak. Je proeft de aardbeien zeker. De biet niet. De biet heeft zo'n heerlijke aardse smaak. En die vind ik er niet helemaal in. Alleen, biet heeft ook een zoete tint. Dat is gewoon lekker. Het is geen gelatine-achtig iets, hè? Dat je er heel lang onder kouwen. Het gaat ook best redelijk makkelijk uit elkaar. Maar ik vind het gewoon smaakvol. Ik vind het zelfs gewoon lekker. Rode bietenconcentraat. Er zit fruitsappen in. Bosbes, aardbei, citroen. Kokosnoot. Dadelstroop. Pompoenpuree. Zo, de mietenzee. Er zit wat in. De rode bieten aardbei, die kunnen we goed. Dan gaan we over naar de carrot en pear. Wortel en peer. Even kijken. Het is niet te geloven, maar hier zitten ook allemaal van die zakjes in. Oh, dit heeft een ander vormpje. Dit is een ruitje. En je ruikt de peer.
Het smaakt gewoon hartstikke goed, joh. Het is lekker zoet. Het is niet te zoet. Het is niet te suikerig. Het is ook niet dat je, zeg maar, de ingrediënten niet meer proeft. Dat je niet meer in de gaten hebt dat het met peren of met biet of met aardbei te maken heeft. Ik vind deze nog lekkerder dan die. Ik heb eigenlijk nog steeds niet in de gaten hoe dat heet. Heet het nou Let's? Oh. Die snoepjes hebben allemaal verschillende vormpjes. En dan kan je dan, is het eigenlijk een puzzel. Daar kan je een puzzel mee maken. Dat is het spelletje. Goedemorgen zeg. De volgende. De Let's Make It Fun and Better Yummy. Carrot and Banana. Nou, wat is er mis met carrot en banana? Eigenlijk niks, behalve dat ik banaan, zeg maar zo uit vuistje, vind een beetje een melige bonk. Het is een beetje een melige bonk. De smaak is wel lekker, maar het is wel een melige bonk, banaan. Weet je wat ook zo grappig is? Dan zeggen mensen die dan ook een beetje een gezondheidstikkie hebben gekregen, die zeggen dan op een gegeven moment, ja, nee, ik ben gestopt met heel veel suiker eten, ik eet alleen nog maar fruit. Dan zeggen ze, oh ja, meid, wat eet je dan? Ja, peer, druiven, banaan. Nou, er zit zo, god vergeten, veel fructose in. Zo vreselijk veel natuurlijke suikers. Ik denk eens goed een pak rietsuiker naar binnen gieten. Maar goed, hier is een dingetje. Deze ruikt niet naar banaan. Dat is vreemd. Het smaakt wel naar banaan. Wat grappig is, is dat je de fruitsmaken, dus de banaan, de aardbei en de peer, heel goed proeft. Maar de groentesmaken niet. De wortel niet. Maar ja, goed, wortel is eigenlijk ook gewoon een hele grote zoete staaf. En de biet eigenlijk ook niet. Je proeft eigenlijk het fruit. Wat het natuurlijk wel grappig maakt, is dat, ja, naast dat er natuurlijk suiker is, maar er hoort ook wel van die kiersnoep, zit je je koters gewoon fruit en groenten te geven. De vraag is alleen, vinden kinderen het ook lekker? Want die zitten te kijken en denken, ja, okay, nou wat. Ik denk van wel. Omdat het namelijk echt smaakt als snoep. Het is echt een tractatie. Het is eigenlijk gewoon heerlijk. Ik zweer het je, ik ga dit gewoon in de overblijf tasjes van mijn zoons. Die krijgen gewoon zijn zakje mee. Ja, ik vind het gewoon lekker. Tijd voor de cijfertjes. Voor de, ja, ik weet niet hoe dat heet. Let's Make It Fun Better Yum. Dat zo heet het merk toch niet. Maar in ieder geval de groente en fruit snoepjes van Nicolette van Dam. Ik was een beetje cynisch. Geef ik jullie toe. Ik dacht van ja, hoe kan je dat lekker maken? Snoepje snoep. En groente en fruit is groente en fruit. Maar het is gelukt. Ze zijn gewoon lekker. Het is gewoon smaakvol. Het is dusdanig lekker. Dat ik ga ze mijn kinderen ook gewoon geven. Het is echt super spul. En 7 gaat naar de beet en de strawberry. 7 is wel een goed cijfer. Alleen ik mis een klein beetje de aardse smaak van de beet. Voor de rest, het is een snoepje. De structuur is er wat zacht natuurlijk, omdat het niet, ja, het is niet een stuk gelatine, het is niet gum. Maar dat maakt het niet vervelend, de smaak is namelijk heel. Ja, naar de 8 voor de banana en de wortel. Enorm lekker. Die is gewoon echt, ja, gewoon zoals banaan lekker is. Snoep is goed, hartstikke goed. En ook een 8, ja, ik ga niet een 9 geven, hou nou eens even op zich. Voor de carrot and pear, want die is namelijk ook ontzettend lekker. Wat verdikken zich. Zitten jullie nou gewoon eigenlijk een beetje truttig vegan snoep aan te prijzen? Blijkbaar wel. Nou, dag.